Nou, dan heb ik natuurlijk op de plank weer dingen liggen over innovatie. Wat voor innovatieve dingen zijn er dan vanuit de sport om een informele brug te maken? Dat je denkt, oh ja. Dus bijvoorbeeld de klapschaats is natuurlijk een heel mooi voorbeeld. Wat ga jij doen? Ga je mee in de klapschaats of blijf je op de vaste schaatsen? Ja, wil je aansluiting of niet? Ja. Of denk je van nee, ik blijf zoals het is, want dit was ook een lekkere schaats. Oké, dus die bedrijven komen bij jou als zij vastlopen, als mensen niet meer willen, als ze geen kant meer op kunnen met mensen. Wil ik het zo onder zien? Andere, maar ook als inspiratie of ze hebben een leuke dag die ze organiseren en ze willen verbinding. En ze willen ook een beetje het verhaal achter de sporter leren kennen. Ja. Nou, en dat zou, dus dan zoom ik zeg maar op bepaalde dingen in.